Hey, hallo, dag jongens en meisjes. Ik hoop dat alles goed gaat met jullie. Dat jullie ook eindelijk uit de quarantaine mogen, want die heeft nu toch wel lang genoeg geduurd. Zoals jullie weten is het normaal deze week een hele week thema carnaval op onze school. Dat we elke dag in een ander thema rond carnaval verkleed mogen komen. Helaas heeft corona daar dit jaar anders over beslist. Maar ik dacht, ja, als wij op school geen corona. Als wij op school geen carnaval mogen vieren, waarom brengen we carnaval gewoon niet naar ons eigen huis? Dus, jongens en meisjes, ga jullie zo snel mogelijk verkleden in jullie gekste, in jullie mooiste, in jullie grappigste kostuum. Want dan zie ik jullie straks binnen 3 seconden, terug om een klein bewegingstussendoortje te doen. Want jullie hebben dat wel verdiend. Na al dat lezen en na al dat online werken, hebben jullie wel een klein bewegingstussendoortje verdiend. Dus bij deze, 3 seconden en tot zo. Bye! Ja, welkom terug allemaal. Zoals jullie kunnen zien, of misschien ook niet, ik heb mij verkleed in Mrs. Belgium. Ik zou zeggen... Oh, dat was een krak. Ik zou zeggen... zet jullie stoelen aan de kant, want wij gaan nu een klein bewegingstussendoortje doen. Zo, zet jullie schrap. Hier gaan we. Hey Google, speel Dans DJ Dans. Zeg DJ feestje mag u komen. Begin van dik genieten en van dromen. En we gaan vanavond door. Ik kan mezelf nog amper bedwingen. Mijn lijf gaat open, ik moet gaan springen. En we gaan vanavond door. Oké, dat je dier hebt, is die tijd van de avond te smeren met de staart. En te dansen als een paard. En zo meteen gaan we links, naar rechts, naar voor. En weer lekker achteruit. Amai, ik zweet ervan. Ik hoop dat jullie allemaal goed meegedaan hebben. Ik hoop dat jullie mama en papa eens wat foto's en filmpjes hebben getrokken. Zodat jullie die op klasdojo kunnen zetten. Niet op de mijne, maar misschien op die van jullie klas. Hè. Zodat iedereen kan meegenieten van jullie danspartij en jullie verkleedkleren. Voor de rest wens ik jullie allemaal een super fijne vakantie. En wij zien elkaar volgende week opnieuw. Hè. Ciao!